قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Beste broeders en zusters, vandaag gaan wij kijken inshallah naar een belangrijk onderwerp. Sterker nog, een van de belangrijkste onderwerpen. En dit is de band met Allah subhanahu wa ta'ala en de liefde voor Allah jalla wa ala. Zoals een van de grote geleerden van deze tijd, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, zei: het is verplicht om van Allah te houden met heel het hart. Een liefde die geen gelijke kent. Dat jij meer van Allah houdt dan wie dan ook. En dit komt overeen met de hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei of aangaf dat er drie zaken zijn. Als deze worden gevonden bij een persoon. Men kunne fihi wajada bihinna halawat al-iman. Dat als deze zaken aanwezig zijn bij een persoon, dan vindt deze persoon de zoetheid van het geloof. En een van die zaken is, en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sawahuma. Oftewel dat Allah en zijn boodschapper sallallahu alayhi wa sallam meer geliefd zijn bij die persoon dan wie dan ook. Dus het is belangrijk voor de moslim en het is belangrijk voor ons dat wij deze staat bereiken. Dat Allah subhanahu wa ta'ala bij ons heel geliefd wordt. Meer geliefd dan wie dan ook. Maar hoe kunnen wij deze staat bereiken? En hoe kunnen wij deze toestand bereiken? Dat wij zo'n sterke liefde krijgen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de grote geleerden uit het verleden, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, hij heeft hierover geschreven. Hij heeft bepaalde middelen opgenoemd die ons kunnen helpen bij het bereiken van deze staat. Dat wij dus zo sterk van Allah houden. En inshallah gaan wij vandaag kijken naar een aantal van deze middelen. En deze middelen zijn eigenlijk tweesoortig. Allereerst, je hebt de meer interne middelen en je hebt de externe middelen. Met andere woorden, de interne middelen zijn meer dingen die te maken hebben met de persoon zelf. Dus wat hij zelf doet. De externe middelen hebben meer te maken met zaken die in zijn omgeving gebeuren. Dingen die in zijn omgeving gebeuren en effect hebben op de persoon. En vandaag zullen we inshallah stilstaan bij 5 meer interne middelen. En inshallah sluiten we af met 2 meer externe middelen. Het eerste middel dat we opnoemen vandaag inshallah is het lezen van de Koran met overpeinzing en begrip. Zoals Imam Ibn al-Qayyim zegt, dat je het boek leest van Allah subhanahu wa ta'ala alsof het een boek is dat je gememoriseerd hebt en uitlegt. Met andere woorden, dat je het boek goed kent en dat je de betekenissen van de Koran ook goed kent. En dat je dus leest met overpeinzing en begrip. Waarom? Omdat natuurlijk kalamullah krachtig is en een sterk effect heeft op een persoon. En dit is ook iets wat we terugzien in het leven van de sahaba radiyallahu anhum en het leven van de salafus salih, de vrome voorgangers. En een voorbeeld is dat een van de metgezellen zei dat hij een keer de profeet sallallahu alayhi wasallam tijdens het avondgebed surat at-Tur hoorde reciteren. En hij hoorde hem de ayat reciteren: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Oftewel, hij hoorde hem reciteren: of zijn zij uit het niets geschapen, of zijn zij de scheppers, of hebben zij de hemel en de aarde geschapen? Wel nee, maar zij zijn niet overtuigd. Of zijn de schatten van jouw Heer bij hen, of zijn zij de overheersers? Deze metgezel, hij zei, toen hij deze verse hoorde, hij zei, kada qalbi yatir. Hij zei, mijn hart wilde vliegen. Met andere woorden, kalamullah had dus zo'n sterk effect op deze persoon en maakte dus zo'n sterke indruk op deze persoon. Maar ik moet hierbij wel de kanttekening maken dat het belangrijk is voor een persoon om de Arabische taal te leren. Ik wil niet zeggen dat als jij de vertaling leest van de Koran, dat jij dan niet dat kan ervaren, dit sterke effect. En dat de Koran dan niet zo'n sterke effect op jou kan hebben, dat zeg ik niet. Er zijn genoeg bewijzen van mensen die de vertaling van de Koran hebben gelezen en dat deze vertaling indruk op hen heeft gemaakt. Maar, walakin, echter, moet wel zeggen dat de Koran in het Arabisch een inshallah sterker en krachtiger effect heeft.
En ik beloof je dat als je nog niet de Arabische taal kent, maar je neemt wel de stappen om de Arabische taal te leren, ik beloof je dat je inshallah, wanneer jij dan de Koran leest in het Arabisch en je bent de Arabische taal machtig, bi'idnillah gaat de Koran een veel krachtiger effect op je hebben. Omdat je dan ook sterker beseft dat je de woorden van jouw Heer leest. Kalamullah. En inshallah zal dit een geweldig effect hebben op jouw iman. En daarom moeten wij onszelf ook eerlijk afvragen en oprecht afvragen. Wat is ons excuus om niet de Arabische taal te kennen? Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat wij in staat zijn om nieuwe dingen te leren. Als het dan niet op school is, dan wel wellicht cursussen voor werk. In ieder geval, al-muhim, er zijn genoeg voorbeelden te bedenken die aantonen dat wij in staat zijn om nieuwe informatie te leren. Waarom zouden wij dan niet onze tijd en energie steken in het leren van de Arabische taal? Want dit is een geweldige investering. Nogmaals, ik beloof je, inshallah, wanneer je de Arabische taal leert en je leest de Koran, inshallah, met een oprecht hart, dan zal dit een geweldig effect op je hebben. En het gevoel dat je dan krijgt, daar kan je geen prijskaartje aan ophangen. In ieder geval, dat is de eerste. Het lezen van de Koran met overpeinzing en begrip. Het tweede is het veelvuldig gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt, is als het voorbeeld van een levende en een dode. Met andere woorden, kijk hoe geweldig het is om Allah te gedenken. Sorry. En het gedenken van Allah kan op meerdere manieren. Dus niet alleen het gedenken met de tong. Zoals Sheikh Ibn Baz een keer heeft aangegeven. Het gedenken van Allah kan met de ledematen, kan met de tong, kan met het hart. Het gedenken van Allah, zikrullah, is een breed begrip. Dus ook het bidden is het gedenken van Allah. En het lezen van de Koran is ook het gedenken van Allah. En ook als wij vasten, dan kunnen wij Allah gedenken. Sterker nog, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, hij zegt in een ander boek dat de beste vastenden zijn degene die Allah het meest gedenken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij gaf een keer het advies aan een persoon dat hij zijn tong vochtig moet laten blijven met het gedenken van Allah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Dus dat iemand zijn tong vochtig laat blijven met het gedenken van Allah. En inshallah zijn er heel veel gedenken die je kan doen. Zoals in een hadith staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft aangegeven. Kalimatani, khafifatani. Khafifatani ala al-lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Met andere woorden, de profeet alayhi salatu wassalam, hij gaf aan, er zijn twee uitspraken. Deze zijn licht op de tong, maar zwaar op de weegschaal op yom al-qiyamah. En ze zijn geliefd bij ar-rahman, bij de barmhartige. Ze zijn geliefd bij Allah. En dat zijn de uitspraken, subhanallah wa bihamdihi, verheerlijkt is Allah met zijn lofprijzing. Subhanallah wa bihamdi wa subhanallah al-azim. En verheerlijkt is Allah de geweldige. En als we kijken naar de Salafus Salih, de vrome voorgangers, dan zien wij dat zij dit ook praktiseerden. Zo heb je een boek van al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, een van de grote geleerden uit het verleden, waarin hij overlevert en vertelt over hoe de Salafus Salih waren in het opdoen van kennis en in het overleveren van overleveringen, ahadith. En hij geeft aan dat de Salafus Salih, dat verschillende grote geleerden van de Salafus Salih, dat zij gewoon waren, wanneer zij ahadith overleverden, maar eventjes rusten, dat zij in die rust Allah aan het gedenken waren. En hij levert over van een van de Salaf, dat als hij hadith aan het overleveren was en hij stopte even, dat hij gewoon was om te zeggen subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dit waren de vrome voorgangers, de Salafus Salih. Zij wisten hoe geweldig en hoe belangrijk het is om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. En la shakka wa la raib, geen twijfel, ongetwijfeld. Als jij Allah vaak gedenkt, dan zal dit inshallah een positief effect hebben op jouw band met Allah en jouw liefde voor Allah jalla wa ala. De derde zaak is het kennen van Allah met zijn namen en eigenschappen. Want we zeggen nu wel, je moet een sterke liefde hebben voor Allah en een sterke liefde ontwikkelen voor Allah. Maar dit wordt natuurlijk lastig als jij niet kennis hebt over Allah Azza wa Jal. Hoe kan je immers zo'n sterke liefde hebben voor iemand zonder dat jij kennis hebt over diegene? En het is heel belangrijk daarom dus om kennis te hebben over Allah, zijn namen, zijn eigenschappen en zijn daden.
En Ibn al-Qayyim rahimahullah, hij zegt in een ander boek: Men araf Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Hij zegt: Die Allah kent met zijn namen, zijn eigenschappen en zijn daden, die zal onvermijdelijk van Allah houden. En la shak wa la raib, ongetwijfeld is dit waar. Want als wij de namen en eigenschappen van Allah kennen, dan zal dit inshallah een liefde bij ons teweeg brengen. Als wij bijvoorbeeld weten dat Allah al-Halim is, de verdraagzame, degene die geduldig is met zijn dienaren en hen uitstel geeft. Degene die, ondanks het feit dat zijn dienaren zondigen en onrecht plegen, dat hij ze blijft begunstigen. Als wij weten dat Allah ar-Ra'uf is, ar-Rahman, de goedaardige, de genade. En dat het behoort, genadevolle, sorry, de meest barmhartige. Als wij dit weten en wij weten dat het tot de goedaardigheid en de genade van Allah behoort. Dat hij zijn dienaren van de duisternis naar het licht heeft gebracht. Dit zijn allemaal zaken die wij leren als wij kennis opdoen over de namen en eigenschappen van Allah Azza wa Jal. En als wij weten dat Allah bijvoorbeeld Al-Ghaliq is, Al-Ghallaq, de schepper, de alschepper, degene die ons heeft doen ontstaan uit het niets. En als wij weten dat Allah Al-Mannan is, de begunstiger, Al-Rahman, de meest barmhartige, Al-Raziq Al-Razzaq, de voorziener en de alvoorzienende, degene die ons dagelijks voorziet. Als wij deze zaken allemaal weten en wij leren Allah goed kennen, la shak, ongetwijfeld, inshallah, zullen wij een sterkere liefde ontwikkelen voor Allah Jalla wa Ala. En als we het hebben over waar ik het net over had, de namen Ar-Raziq, Ar-Razzaq, Al-Mannan, het feit dat Allah ons begunstigt en voorziet, dit brengt ons gelijk bij de vierde zaak. En dat is het kijken en het overpeinzen van de gunsten van Allah. En de gunsten van Allah zijn talrijk. Zoals Allah zegt in de Koran, وَعِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Als jij de gunsten van Allah wil optellen, dan kan je deze niet opsommen. De gunsten van Allah zijn talrijk. We hebben de gunsten in gezondheid, in welzijn, het gehoor, zicht, alles. Ons geloof, onze iman. Yani, als wij de tijd zouden nemen om de gunsten van Allah op te tellen, dan zouden wij daar nooit genoeg tijd voor hebben. En de Salafus Salih, de vrome voorgangers, zij waren zich ook bewust van de gunsten van Allah. Sterker nog, zelfs in beproevingen zagen zij gunsten van Allah. En daarom zien wij dat is overgeleverd van een van de Salaf, Shuraih al-Qadi, dat hij zei dat als hij beproefd wordt, dat hij Allah prijst. Iemand zou misschien vreemd kunnen opkijken en zich kunnen afvragen, hoe kan je Allah nog steeds zo blijven prijzen terwijl je beproefd bent? Shuraih al-Qadi, hij legt uit, hij zei, ik prijs Allah wanneer ik beproefd ben, omdat ik niet met een grotere beproeving ben getroffen. En omdat ik niet getroffen ben met een beproeving in mijn geloof. En omdat Allah mij geduld heeft geschonken. En zo zie je dat zelfs in beproevingen zijn er gunsten van Allah. En daarom ook hier weer, wanneer wij de moeite en tijd nemen om de gunsten van Allah te gedenken, dan zal dit inshallah een positief effect hebben op onze band met Allah en onze liefde voor Allah. Nou, de vijfde zaak, vijfde interne middel, is het opstaan in het laatste derde deel van de nacht. En dat wij dan bidden voor Allah Azza wa Jal en om vergeving vragen. Dit is namelijk een bijzonder moment. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat Allah in het laatste derde deel van de nacht neerdaalt naar de wereldse hemel. Elke nacht. En dat hij dan zegt, Men yas'aluni fa'u'tiyah, wie vraagt mij en ik zal hem geven. Men yad'uni fa'astajib lahu, wie roept mij aan en ik zal hem verhoren. Men yastaghfiruni fa'aghfir lahu, wie vraagt mij om vergeving en ik zal hem vergeven. Met andere woorden, dit is een heel bijzonder moment. En sorry. Inshallah, wanneer een persoon de moeite neemt om in het laatste derde deel van de nacht op te staan en te staan voor Allah, op een moment dat zelfs de mensen die met hem wonen niet in de gaten hebben dat hij of zij is opgestaan en dat hij of zij is gaan staan voor Allah om het gebed uit te voeren en om Allah om vergeving te vragen. Dit moment is een bijzonder moment en inshallah, ongetwijfeld wanneer jij dit doet en probeert regelmatig te doen, zal dit een geweldig effect hebben op jouw band met Allah en een geweldig effect hebben op jouw liefde voor Allah Azza wa Jal. En ook hier weer, om weer terug te komen op wat ik daarnet zei, het leren van de Arabische taal. Want als jij in het gebed staat
en jij leest de woorden van Allah en jij begrijpt wat jij zegt, dan zal dit een geweldig effect op jou hebben. Wanneer je bijvoorbeeld leest وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. Als jij dit soort ayat leest, waarin je de toestanden van يوم القيامة opleest, of andere ayat die over Allah gaan, en je begrijpt wat jij zegt, dan zal dit inshallah een geweldig effect op je hebben. Vooral op zo'n moment, wanneer niemand kan zien of horen dat jij daar staat, behalve Allah Jalla wa Ala. En natuurlijk zijn er ook andere vrijwillige aanbiddingen die goed zijn om te doen, die ook een positief effect hebben op jouw band met Allah. Zoals het vasten, vrijwillig vasten, sadaqa geven en andere aanbiddingen. Dit zijn de meer interne middelen. We sluiten af inshallah met twee externe middelen. Allereerst dat jij erop let en probeert ervoor te zorgen dat jij goede mensen om je heen hebt. Dat je goed gezelschap om je heen hebt. En onder andere vanwege twee redenen. Als eerste, als jij goede mensen om je heen hebt, zal dit jou positief beïnvloeden. Wanneer jij misschien zelf niet de kracht vindt om bepaalde aanbiddingen te verrichten of bepaalde daden te doen. Maar je ziet wel mensen om je heen die dit doen. Inshallah, op een gegeven moment zal jij je optrekken aan zulke personen. Sterker nog, op een gegeven moment zal je jezelf misschien een beetje schamen. Omdat je denkt, ja kijk deze persoon, hij kan het, waarom kan ik het niet? Zoals in het Arabisch zeggen, as-sahibu sahib. Met andere woorden, as-sahib. De vriend, hij is sahib, hij trekt je. Hij trekt je ofwel naar het goede, ofwel naar het slechte. Dat is de eerste reden. Tweede reden, wanneer jij misschien afzwakt of misschien doe jij iets verkeerd, dan zal deze persoon, inshallah, deze goede persoon, zal jou daarop wijzen. En hij zal je adviseren met hikme, met wijsheid en met zachtaardigheid. En hij zal jou, inshallah, naar het juiste leiden. En daarom is het belangrijk om goed gezelschap te hebben. En heeft goed gezelschap een positief effect op jouw band en liefde voor Allah. En de volgende zaak heeft daar ook mee te maken. De tweede externe middel. En dat is dat jij alles, of dat jij afstand doet van alles wat tussen jouw hart en Allah komt. Alles wat er dus een negatief effect op jou heeft, daar doe jij afstand van. En een van die zaken is natuurlijk zondes. Zondes hebben een negatief effect op jouw band met Allah. Dus jij zorgt ervoor dat jij geen zondes pleegt. En jij zorgt ervoor dat jij niet naar haram kijkt en niet naar haram luistert, etcetera. En dat je niet dus luistert naar zaken die een negatief effect op jou hebben. Zoals bijvoorbeeld het luisteren van muziek. En ook daarnaast, helaas, zien wij in vooral perioden zoals de Ramadan, dat moslims films en series kijken waarin verschillende zaken voorkomen waar Allah niet van houdt. En laat check dat dit een negatief effect heeft op een persoon. En soms als je dan misschien zo iemand probeert te adviseren, dat diegene beter niet kan kijken naar series en films en zaken waarin dingen voorkomen waar Allah niet van houdt. Soms zal zo'n persoon zeggen, ja maar hoe ga ik anders mijn tijd indelen? En al zegt hij het niet zo expliciet, hij bedoelt het wel te zeggen. Omdat hij oprecht gewoon zichzelf afvraagt, hoe ga ik mijn tijd anders invullen? En hier zie je weer hoe belangrijk het is om kennis te hebben over Allah, zijn namen, zijn eigenschappen en zijn daden. Want als wij weten dat Allah el-Qadir is, Allah el-Muqtadir is, yani hij is de alvermogende, de vermogende, degene die tot alles in staat is. Als wij dit weten, en wij weten dat Allah in staat is om jou vandaag nog een halal hobby te geven. Een hobby waarmee je constant bezig zal zijn. Yani, een hobby waardoor je uiteindelijk zelfs tijd tekort komt. Allah is in staat om dit te doen. Als wij dit weten en wij zijn hiervan overtuigd en wij hebben hier oprecht geloof in, dan zijn wij inshallah in staat om afstand te doen van el-haram. En wij kunnen dua doen en Allah vragen om dit voor ons te vergemakkelijken. Om ons positieve bezigheden te geven. En wij moeten ook weten dat Allah al-Shakir is, al-Shakur. De dankbare, de aldankbare. Een van de betekenissen die deze namen omvatten is dat Allah, hij is de dankbare. Met andere woorden, dat Allah, wanneer wij iets laten omwille van Allah, dat Allah ons daar iets beters voor teruggeeft. Dit is een van de betekenissen van deze namen. Dus als wij weten, als wij iets laten omwille van Allah, dan geeft Allah ons daar iets beters voor terug. Als wij dit weten en wij zijn hiervan overtuigd, laat check dat het dan inshallah makkelijker wordt om al-haram te laten, omwille van Allah. En laat check dat dit inshallah een positief effect zal hebben op onze band met Allah en onze liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dit was in het kort, inshallah, dit was in het kort zeven middelen. Die ons zullen helpen bij idnillah om een sterkere band te krijgen met Allah. En om onze liefde voor Allah te versterken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons helpen en bijstaan bij het versterken van onze band met Allah. En onze band en onze liefde voor hem.
Bedankt voor het luisteren. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.